je speelt airgitaar, maar dat doe je voor de camera van je iPad. Dus je zet de iPad op tafel, ja, of je iPhone. Je moet wel de nieuwste iPad hebben je uiteraard nodig ervoor. Precies, met de camera aan de voorkant. Dus je kan wel naar het scherm kijken. Hij filmt jou op dat moment. En terwijl jij met je handen gewoon in de lucht aan het gitaar spelen bent, registreert hij waar je hand is en slaat hij dan de koorden aan. Ja. Dus hij heeft op het scherm een gitaar staan en daar gaat je hand overheen en dan maakt hij het gitaargeluid. Precies, je ziet je eigen hand in beeld op de iPad. Zie je dus over die gitaar gaan. Ja. Dus dat vormt één beeld en dan kun je dus spelen. En dan klinkt dat ongeveer zo. Dat klinkt dan ongeveer zo. Het is jammer dat je hem nu niet ziet. Hij kijkt ook helemaal blij.